Dit is de Amelanchier lamarckii, oftewel het krentenboompje. Is zelfs inheems in Nederland, maar wordt heel veel als meerstammige gekweekt om prachtig in grote bakken solitair in een tuin te staan. Maar ja, die worden in potten gekweekt. En wat wil nu het geval? Bijna allemaal, alle krentenboompjes die in potten zijn gekweekt, die ontwikkelen meeldauw. Een schimmeltje, daarom ziet deze er ook ietsje wittig uit, maar dat kan nog veel erger hoor. Het kan op een gegeven moment bijna grijsbladig worden, bij wijze van spreken. En dat komt omdat zijn wortels zich nog niet hebben ontwikkeld. Wij vertellen je ook altijd, die wortels moeten goed ontwikkeld zijn, dan zijn planten weerbaar en sterk. En dat doe je nou ja, met voedingsstoffen enzovoort, enzovoort en met aanplanteren bijvoorbeeld. Deze staat er nog maar net in. Dan krijgt hij dus schimmel omdat hij nog niet ontwikkeld is. Ga daar nou niks aan doen. Ga niet lopen spuiten met een bestrijdingsmiddel. Je kan wel onze Bioluizen schimmelweg gebruiken. Dat is een bladversterkingsmiddel. Dan stop je het proces een beetje. Maar weet je, volgend jaar heeft hij zich helemaal ontwikkeld in de grond. Is het hele probleem opgelost. Dus je kan ook denken, ik versterk hem een beetje. Maar dat spuiten, dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Hè. Maar het is dus specifiek een probleempje wat zich bij de Amelanchier afspeelt. Ik denk, wil ik het er niet onthouden.